Word, Calvin. Mijn naam is Calvin, a.k.a. Calvin. Ik ben hier samen met Defano Holvijn. Defano Holvijn, a.k.a. de Humberto Tan van 2017. What's up, man? Ja, lekker, man, met jou. Gaat dat goed? Ja, ja, man. Dat was echt, je deed het echt awkward, man. En zeg maar, voor de camera's aan, maar dat deed iets smooth. Dus ik denk, dit is expres. Ja, ik doe altijd expres. Ik maak het altijd expres een beetje ongemakkelijk. Maakt niet. Maar het is niet erg. Yes. 7500 likes is het aantal likes dat we moeten halen vandaag, zodat er morgen weer een nieuwe video komt. Want het is Calvin, waarin ik elke dag van de maand upload. Hé, ik weet niet wat ik doe met mijn leven deze maand, maar het is fucked up. En tegelijkertijd fantastisch, want we kunnen gewoon leuke dingen doen. Ja, je hebt het praatje wel onder controle. Deze praatjes. Ik maak elke dag van de maand een video, dus ongeveer. Ik moet die praatjes ook wel onder controle hebben. Ja, oké, okay, klopt. Anders doe ik iets verkeerd. Ja, nee, dat is waar. Dat is waar. Maar Calvin is een mooie man. Sowieso, maar Calvin is de maand van je leven. 7500 likes, dus like sowieso. Deze video moet lukken. Op het moment dat jij zei, je hebt je praatje onder controle, fuck ik het op. Toen ging het mis. En ik ga ook iets anders leuks doen, namelijk ik ga gewoon naar mensen hun huis toe om ze te ontmoeten. Ja? Hey, ik heb tegenwoordig allemaal mensen hier bij de deur die zeggen, yo, woont Calvin hier? Dat vind ik aan de ene kant een soort van vleiend, aan de andere kant super kut. Ja, best wel awkward. Gun me gewoon privacy, man. Ja. Kom op. Maar ik heb dus bedacht, fuck it, ik ga gewoon naar mensen hun huis toe. Ik ga gewoon op Instagram live. Ja. Zeggen, laat je adres achter, dan ga ik live naar je huis gewoon zo heen. Serieus? Ja, man. Dus dan ga je gewoon rijden. Ja, dat is toch lachen? Ja, dat is super grappig. Ja. Om kans te maken op die meest persoonlijke meet and greet ever in je eigen huiskamer, abonneer even op mijn kanaaltje, Calvin. Let's go, man. Let's do it. Doen. We gaan vandaag beats raden, want weet je, Defano is een andere huidskleur dan ik. Ik weet niet of het je was opgevallen. Ja, misschien niet. Waarschijnlijk niet, maar het is wel echt zo, mensen. Laten we beginnen, we gaan vandaag een challenge doen, want ik zit toch altijd op die challenges en zo. Ik vind het trouwens wel, zeg maar, no racism. We hebben een mooi plaatje gecreëerd van, zeg maar, mijn whiteness en dan jouw kleurtje en dan dit en dan... Ik had darkness in mijn hoofd, dat was echt een fout woord. Dat is altijd zo moeilijk. Ja, maar mensen in de reacties maken alles sowieso nog kutter en moeilijker dan het is. Chill gewoon een keer. We cool! We gaan vandaag beats raden van mensen, want we luisteren volgens mij allemaal wel een beetje dezelfde muziek. Jij misschien iets meer gewoon in de diepte. Gewoon die Osdorp Posse of zo, dat luistert. Nee man. Hij heeft nu Kanye op, that's die shit. Man. Ja, man. Maar Kanye is een soort van het alternatief voor blanke mensen als ze naar coole rap muziek. Dat is waar, Kanye is dan safe. Ik zit wel een beetje, weet je, ik zie er misschien niet zo uit, maar ik hou wel echt van een beetje die Nederlandse. Gewoon een beetje die Leaves bijvoorbeeld. Vind ik zo fucking dik. Ja, en mij maar we doen dat. Oké, dus lang verhaal kort, we horen een beat. De eerste die de heeft geraden van wie het is en welk liedje het is, heeft het punt. En uiteindelijk is het een soort van de beatmaster. Die mag, de studio in met Jack Chirac om zijn eigen nummer te maken. Maar dus het gaat dus om de titel, de artiest en de titel. Artiest en de titel. Dit wordt lastig, maar is goed. Lekker. Hoe weten we wie als eerste is? Want dit zijn zeg maar... straks is een beat gewoon echt Pippi Langkous of zo. Nee, maar het is zo... Maar dat weten we allebei. Ja, dus hoe doen we dat? I don't know, man. Gewoon iets roepen, wanneer je denkt dat je bent, gewoon iets roepen of wijzen. Oké. En dan gewoon, we zien het wel. Kom goed. Oké. Ben je klaar voor nummer 1? Ja, maar we hebben geen jury. Wat was het? Jij was wel eerder. Oké. Een kleine Ronnie Flex drankje drugs. Oh, ja, maar deze is wel echt. Jongen. Ik hoop wel dat er wat ook nog wat. Dit is het meest easy ever. Maar weet je wat je hoopt doen? Je moet deze even in slow-mo doen. Okay. We gaan door. Oké, beat 2. Je hebt wel een puntje, man. Lekker. Puntje. Nice. Hey, no! Patse gedrag. Nee, maar wie? Van Seven, alias en Leo Kleine en Boef. Ja. Oké, nice. Yo, what's good? Paprika! Dit is motherfucking paprika, man. Heb je ooit zo'n grote paprika gezien? Nee, eerlijk gezegd niet. Nee, hè? Ik kom je dan? Letterlijk, heb je ooit... Ken je Stuk TV, dat YouTube kanaal? Ja, toevallig wel. Oké, zij hebben ooit maar een fucking hele huis omgebouwd. Ja. Naar een soort paprika mansion. En toen hadden ze deze daar ook neergezet. Toen zei ik allemaal leuk en aardig dat jullie mijn hele huis verneukt hebben. Maar ik hou deze. En ze hadden hem gehuurd. Ik zei, nee, je brengt hem gewoon niet terug. Ik wil dit hebben. Jullie en mogen mijn hele huis overhoop halen, maar ik hou deze paprika. En toen zeiden ze, oké, mag wel. De eerste, als je het weet, zegt ze gewoon skrrr. En dan, dat is het woord. Oké, mooi bedacht. Ja, ben je ready? Skrrr!
Dope boy, ik was fucking snel. Volgens mij was hij nog niet begonnen. De beat was nog niet begonnen. Ik was fucking snel. Dope boy met Chief en Robbie Kacek. Ik had nog iets anders. Oh shit, ik heb mijn eigen format. Heb ik gewoon... Verneukt. Nee. Ik had een extra ding bedacht bij dit idee. Oh, namelijk, okay. Als je weet wie de beat hebt gemaakt, dan krijg je extra punt. Oké, okay, nice. Dan krijg je extra punt. Als je weet wie de beat heeft gemaakt. Van wie is die beat dan? De beat is van Doughboy ook. Echt? Ja. Je hebt zelf gemaakt? Ja. Prot Doughboy, ja man. Nee, 2-1 staat er. Staat er 2-1? 2,5-1. Ja, maar dan gaan we met halve shit. Dat is fucking, okay, fucking okay, moeilijk. Oké. Okay. Weet je, het komt goed. We zien aan het einde, ja, wel. Man, we zien tel wel je wel alles wel op. Oké, okay, ben je klaar? Ja. Jij zegt gewoon, skur en dan ga je dan pas nadenken. Nee. We veranderen de regel. Je moet gewoon meteen zeggen. Oké, meteen zeggen. Degene okay. die je als volledig, eerste helemaal... Volledig, oké, okay, is goed. Supergaande, pardon, doe normaal. Klopt, toch? Klopt. Dat is deze, toch? Ja, klopt. Ah, we got this. En hij is geproduceerd door Frasi. Van wie is deze beat? Klopt. Daar is deze hele challenge op gebaseerd. Ik vind Supergaande wel, zij hebben wel YouTube een beetje uitgespeeld in 2017. Ja, toch? En als we even terugblikken op wie fucking legendary waren dit jaar. 2017? Naast onszelf, Supergaande. Natuurlijk. Supergaande, dit. Maar wie vind jij in 2017 wie YouTube geowned heeft, naast Supergaande? Jij kijkt gewoon geen YouTube. Ja, niet echt eigenlijk. Maar je zei, oké, maar Kel, jij hebt ook wel sick gedaan. Oh. Thanks, schat. Ja. Ik vind dat Anna dit jaar echt ziek... Ja, man. Ja. Vroeg achter een aantal kleine fuckers, maar hey, je bent gewoon menselijk. Hey, ik hou van je, Anna. Anna, we love you. Maar zij heeft het echt gewoon... Ze heeft het echt goed gedaan, vond ik dit jaar. Ik heb boos met haar gedaan. Nice, man. Was dat leuk? Is het gefixt? Heb je het opgelost? Dat weet ik nog niet, man. Oh. Of tegen de tijd dat dit uitkomt, weet ik wel. Maar ik bedoel van, okay. We kregen nog van, hey, ik krijg het nog te horen. Bij ons kwam gewoon een chick met gewoon... Letterlijk iets van €70 kwam ze aan. Alsjeblieft opgelost van cash. Fucking chill. Oh ja, die heb ik gezien. Ja, man, met JJ. Shout out JJ, let's go. Shout out JJ, let's go. Kut! Lijpen, doe rustig! Oh ja, doe rustig. Lijpen, doe rustig. Misschien weet ik zelf door wie hij is geproduceerd. Nee, Lijpen en DJ Steiko. Wat? Doe rustig. Lijpen, DJ Steiko? Ja, en DJ Steiko heeft hem ook geproduceerd. Dat klinkt echt als de meest Hollandse producer ooit. Ja, klopt. Maar hij is... Ik ben DJ Steiko. Ben je klaar? Ja. Ben je fucking ready? Ja. Tempo van Jersey Nil en Boef en nog iemand. Ja, dat zeg ik ook. Jacinho, Seven Alias, BKO en Boef Tempo. Geproduceerd door Project Money. Dit vind ik echt super knap. Ik had niet verwacht dat ik dit van jou zou gaan winnen. Nee. Weet je, het kan nog alle kanten op gaan. Ja, het kan nog alle kanten, maar ik ken ook al die gasten. Ja, maar zij kennen ook allemaal jou, weet je. Kijk, ik ben blank, dus ze haten mij allemaal. Maar joh. It doesn't matter if you click away. Oké, beat 8. Ben je ready? Ready. Stefano Holwijn, a.k.a. The Independent Variable. A.k.a. Feet Awards presentator since day one. Gas van Seven Alias. Met iedereen. Ja, wacht even. Ik gun je even. Oké. Je gaat het nooit weten. Nee, je gaat echt nooit weten. Het is... Jij opent je WhatsApp en je ziet gewoon... je ziet waarschijnlijk al deze gasten. Het is Seven Alias met Jason Futuristic, BKO en Jacinho Gas. En geproduceerd door... Willy Beats. En... Willy Beats? Ja, Willy Beats. Ja, ik heb het gevoel alsof jij nu gewoon producenten bedenkt. En dat ze dan op een magische wijze in deze... Nee, serieus. Ga maar kijken. Willy Beats, ja man. Zie je? Jij bent echt... Ik had geen betere persoon kunnen uitkiezen voor dit dan jij, denk ik. Eigenlijk niet, nee. Jij weet al deze shit, weet je gewoon, man. Ja. Nou, eigenlijk ben je de slechtste persoon die ik kon uitkiezen. Oh ja, de slechtste. Maar ook de beste. Maar oké. De volgende is voor jou. Let's get it. Weet je hoe lang ik allemaal niet naar heb? Weet je? 6 jaar, man. Tering lang, man. Dat is 6 fucking jaren. Ja, help me, man. Dat worden kinderen. Heb je het wel eens uitgemaakt met iemand? Nee. Nog nooit? Ja, ja. Kun je hem even spoedcursus geven? Zo? Grapje. I love you. Kom op, moet je weten. Da. Kom op.
lopen. Ja, maar ik weet hoe hij eruit ziet. Dat is die guy met die. Niks zeggen. Jonna wie? Jonna Fraser. Ja, wat ik neem maar. Nee, maar ik vind Jonna super chill. Al zijn shit. Ja. Kwam Jonna ooit tegen in Loetje? Met Joost? In Loetje. Ja, en toen was Jonna zeg maar, dat was twee jaar geleden of zoiets. Ja. En zij dacht, yo, kan fijn. En toen, maar ik wist niet wie hij was. Ja. En hij super lieve gast. Daarna werd hij in één keer fucking famous. En toen dacht ik, oh, dus hij was die gast. Jonna Prezen met het nummer, ik kan je niet laten. Oh ja, ik wist niet. Ja. Oké, okay, B-team. 10! Dit ga je niet weten, denk ik. Het is zo'n Esco. Ja, Esco! Esco, hey! Nee, dit ga je echt niet weten. Je gaat hem echt niet weten. Seven Alias met Jonna Fraser. Nee, deze zou je echt niet weten. Nee. Dacht ik al. Maar de volgende weet je wel. Wel weer puntje voor jou. Hé, doe niet alsof je soort van alsof ik een kleine kind ben. Sorry. Ik ben dat oppaskind die niks kan. Ja, maar de volgende keer gaat het wel. Gaat het wel lukken. Oké, ik zeg niks meer. Ja, oké. Frenna, Jonna Fraser en My Love. Oké. Zou je dat weten? Ken je het nummer? Ja. My love. Blanke mensen. Oké, 4. 12, let's get it. Ik ben het even kwijt. Oké, van wie is het? Ik heb hier een gast naast me zitten die helemaal wild gaat. Had je het zo beter van? Ja! Ik ook. Ja, het is sowieso Way It Goes, de titel. Oké, okay, nice. Ja, maar dat was niet, maar ik vind het kut. Dat je niet weet van wie het is. Het is SBMG. Oh my god! Ik wist dat je dit zou doen. Ik wachtte er gewoon op. Puntje naar jou. Nee, helemaal geen punt aan. Hakken open de sloot, je hebt moeten vechten, strijden. Nee, okay. Ik schaam me dood. Next. Ik kom maar de laatste beat. En er is iets heel spannends met deze beat. Okay. Deze beat is namelijk goed voor 50 punten. Hij is echt zielig. Hij is echt zielig. Nee, maar, deze had ik al van tevoren bedacht. Fieke Duurder! Nee! En zeg geen klein Fieke Duurder. Ah! Ah! Ik win deze reuze paprika! Thanks bro. Thanks dat je erbij was ouwe, thanks dat je mee wou doen. Kijk allemaal even naar de Fano shit, man. Volg hem overal en check ook RTL Late Night, want daar doet hij ook dingen en dat is hartstikke leuk. Later! Later!